hele goede avond. Van harte welkom bij RTLZ Crypto. Daarin gaan we het hebben over van alles wat met investeren in crypto te maken heeft. We bespreken de actualiteit, we geven achtergronden, vragen deskundigen naar hun beste crypto-analyse. En vanavond hebben we maar liefst 4 gasten. Robert Reinder Nederhoed. Blockchain-ondernemer. Aaron van Weerdum. Hij is allround Bitcoin-kenner en editor-in-chief bij Bitcoin Magazine. Jim Theo Poering. Hij is vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer. En live vanuit Mexico, Didi Tayutu. Bekend van de... Ja, precies. Dikke duim omhoog. Bekend van de Bitcoin-familie. Digitale nomaden. Heren, van harte welkom. Leuk om jullie allemaal hier in deze studio te hebben. Didi, heb jij... Kijk, jij hebt natuurlijk al je spullen verkocht in 2017 en leeft volgens mij als een god in Frankrijk, maar dat is dan nu Mexico geworden. Heb jij nog een beetje zorgen gemaakt of dacht je, nou, sip het aan een pina colada, dit komt wel goed? Nou, wat is zorgen? Zorgen maak ik me niet zo heel snel om mezelf, om het kapitaal, want ja, op een gegeven moment heb je een aantal bitcoins, waardoor dat als je zelf zakt naar een lager bedrag, dat het nog een heel vermogen is. Maar ik maak me wel zorgen om de mensen die natuurlijk net weer op het verkeerde moment zijn ingestapt en daardoor nu in een dip zitten, weet je. En dan probeer je weer die mensen een beetje op te vrolijken. Ja. Maar voor de rest, weet je, Bitcoin is een lange termijn spel. Ja, nou, wat dat is natuurlijk wel wat je nu krijgt, hè. Ik krijg hier een appje van Tracy en die zegt, mijn Bitcoin wallet is met 50% gezakt. Is er nog hoop? Vraagt ze. Didi. Ja, er is heel veel hoop. Mijn Bitcoin wallet is sinds dat ik all in ben gegaan met een paar 100% gestegen en ook al een paar keer met 80% gezakt en weer gestegen. Welkom in de volatiele wereld van Bitcoin, ja. Waar je eigenlijk gewoon moet kijken naar 4 jaar. En over 4 jaar is daar geen min 15%, maar staat hij gewoon lekker weer in de plus. Dus ja. Je moet eigenlijk doen... Ja, uitzoomen zeg ik altijd. Ja, goed zo. En na de pauze gaan we nog even de diepte in met Didi, die met zijn familie dus leeft van de Bitcoin. Didi heeft in 2017 alles verkocht. Zijn huis, zijn auto, zelfs het speelgoed van de kinderen, om al zijn geld te zetten in de Bitcoin. En volgens mij, ik heb even zitten kijken, dat was rond de koers van 1000 euro per Bitcoin. Klopt dat, Didi, of niet? Tussen de $800 en de 3000 zijn we een beetje ingestapt. En ja, we zijn er steeds all in. Ja. Nou, dat is interessant. Dus heb je vragen ondertussen voor mijn gasten, dan kun je die stellen via het chatscherm. Ik heb een vraag binnengekregen, die wil ik eventjes stellen aan Didi. Die komt, even kijken, van Roy af. Vraag voor Didi. Didi, waarom ben je met altcoins bezig? Dat gaat ervan uit dat dat zo is. Als je weet dat de Bitcoin de king is. Onwetende mensen kunnen problemen komen door altcoins. Staat hier, vertel. Nou, dat is een hele goeie. En dan kan ik gelijk inhaken op het verhaal dat ik nu net in de studio hoor. Kijk, ja, Bitcoin is king wanneer het gaat om een store of value, een vervanging van peer-to-peer cash. Maar Bitcoin is voor mij niet alleen geld. Bitcoin is voor mij een revolutie en het decentraliseren van de hele wereld. En als bepaalde industrieën gedecentraliseerd gaan worden door een altcoin, doordat zij een project starten waardoor je de advocatuur of het rechtssysteem of wat dan ook kunt decentraliseren, zal ik niet in alle tijden steunen. Voor mij is Bitcoin de macht terugbrengen naar de mensen, de rijkdom eerlijk verdelen en iedereen gelijke toegang geven tot een nieuw financieel stelsel, waarbij je tegelijkertijd de hele wereld decentraliseert. En daar heb je helaas een aantal altcoin projecten nodig, omdat Bitcoin pas net de upgrade van de taproot heeft gedaan, waardoor dat je nu ook dezelfde faciliteiten kunt aanbieden als Ethereum. Dus tot die periode, vind ik, moeten mensen begrijpen dat het niet alleen maar om verrijking van zichzelf gaat. Het gaat van het verrijken van een community die tot nu toe geen toegang heeft gehad tot het monetaire stelsel. Okay. En dat is voor mij de passie in Bitcoin. Tom Simons nou te bijna. Ja, wie is Tom Simons? Ja, dat is een echt wel vermaard analist, aandelenanalist van KBC. Oh, kijk eens. Die is van zijn geloof gevallen. Ja, ja. Dit is ook weer grappig. Hodl, hè, wat we in de crypto-wereld... de normale beleggers zeggen eigenlijk gewoon buy and hold. Maar hier hebben we dat hodl genoemd. Is dat het, Aaron? Gewoon hodlen, dit? Zo toch?
Oh, heb jij ook een... Oh, wauw, ja, ja, ja. Zo, dan ligt hij daar in Mexico. Ja, mooi om te zien. Ja, is dit... Je kan gaan traden, maar ik bedoel, dan ben je eigenlijk een soort van spel aan het spelen tegen andere traders. Ja, en als je denkt dat je daar beter in bent, dan kan je dat gaan proberen. Ja, dan ga je dus de markt timen. Als het je gaat om Bitcoin zelf en de potentie van Bitcoin, dan zou ik zeggen, dan is hold inderdaad de beste strategie. Ja. Didi, jij wil nog iets zeggen? Nou, je kunt het zien. Kijk, ik vind het heel mooi dat ze het erover hebben. Kijk, Bitcoin valt nooit van zijn leven te verbieden. Daarom is het king. Kijk, China heeft getracht het minen te verbieden. Binnen 2 maanden creëren we nieuwe all-time highs in de hash rate van mining wereldwijd. Het valt niet te verbieden. Het gaat zich gewoon bewegen als een decentraal goed van de community, waar het zich kan ontwikkelen tot een nieuwe technologie en de evolutie van de technologie. Dus ik vind het heel mooi om te zien. Even naar Didi toe. Didi, wat denk jij hierover? Nou, ik heb daar eigenlijk een hele makkelijke mening, een eenvoudige mening over. Het gaat erom dat we een evolutie zien van geld. En het gaat erom dat we dus minder energie gebruiken dan dat we nu doen met geld. En als je gaat analyseren hoeveel energie gebruikt wordt op dit moment door het bankensysteem, bankgebouwen, met airco's, met computers, met serverruimtes, ATM-machines, alles wat gebruikt wordt om het geld in stand te houden, dat is natuurlijk veel meer energie dan een aantal miners wereldwijd. Dus het gaat erom dat we het monetair stelsel verbeteren. En dat doet Bitcoin. En dat kunnen we niet onder stoelen banken steken. Ja, dat vind ik een goed tweede punt. Dus inderdaad, op het moment dat ik een Bitcoin transactie maak, dan maak ik geen transactie via een bank. Mm-hmm. Dus dan moet je op zijn minst moet je dat met elkaar vergelijken. Van hoeveel kostte die Bitcoin transactie dan? Ja. En dan moet je het goed berekenen, niet zoals het nu vaak populistisch gebeurt. En dan moet je kijken hoeveel werd er bespaard doordat ik geen bank gebruikte. Didi, ik vroeg me wel af, hoe doe jij dat eigenlijk? Want jij hebt al het geld in bitcoins gestoken. Maar ik weet niet, is er in Mexico een pinautomaat? Of je moet, neem ik aan, toch wel in normale local currencies gaan betalen? Nou, de meeste mensen zijn er niet zo mee bezig. Maar wat in El Salvador gebeurt, dat gebeurt overal op de wereld. Wij leven al 5 jaar, 4 jaar zonder bankrekeningen. Dus wij betalen alles met bitcoin. Het huis wat ik hier nu gehuurd heb van enkele maanden is betaald met bitcoin. Het eten van de kok wat elke dag gebracht wordt betaald met bitcoin. Dus de bitcoin-adoptie is in de landen waar het nodig is al veel verder dan natuurlijk in het Europa, waar iedereen nog steeds volledig gelooft in het fiat-systeem. Waar ik wel benieuwd naar... Dus je hebt voor ons geen moeite. Jim? Ja, ik ben wel heel benieuwd. Jij zegt, ik huur dat huis voor een aantal maanden. Is het dan zo dat jij een vaste prijsafspraak maakt in bitcoins? Of is de maand januari... goedkoper straks dan in februari bijvoorbeeld? Ja, hele goede vraag. Kijk, de mensen zijn niet zo ver als mij. Dus de mensen willen nog steeds stellen in de dollar. Ja. Dus zij maken dollarafspraken. En ons leven wordt aangepast op de bitcoin. Als bitcoin zakt, ja, dan zie je mij ook tweeten. Ik ga weer naar Thailand. om meer sets te bewaren. Dat is het mooie van het vrije leven. Ja, maar goed, maar die mensen je betaalt ze wel in bitcoin, maar je maakt een prijsafspraak in dollars. Nou, kijk, in Mexico zijn ze al een stuk verder. In Mexico heb je een hele mooie app ook, hè, die heet Bitso. Hè, en als ik mensen bitcoin stuur, wordt het door die app automatisch direct omgezet in pesos, als ze dat verkiezen, of in enig andere cryptocurrency. Dus de believers, die houden bijvoorbeeld 80% in bitcoin en 20% zetten ze om in hun lokale currency hier. En zo zie ik het in alle landen op dit moment gebeuren. Dus het is puur de extra 10 minuten die ik moet uitleg geven van hoe ze het moeten accepteren. En that's all. Ja, okay. En dat lukt ook elke keer, Didi. Mensen vinden het niet gek van dat je zo'n type die iets met appies wil en bitcoins. Dat tegenwoordig is het verhaal voldoende helder, toch? Nou, zelfs bedrijven. Ik heb hier een real estate agent in Playa del Carmen. Die doet meer dan 200 huizen verhuren, waarvan 60 ook verkopen. Die accepteert bitcoin zowel voor verhuur als voor verkoop. En zo converteer ik steeds mensen tijdens het reizen in bitcoin te accepteren. In Lagos in Portugal kun je zeilen, kun je naar het visrestaurant, kun je de huizen huren met bitcoin. Ja, ik ga daar gewoon langs, ik doe een barcode met ze en ik overtuig ze. Goed. We gaan er even tussenuit. We gaan even een korte pauze houden. Laat je scherm gewoon openstaan. We starten vanzelf weer over een paar minuten. En dan praat ik met Didi Taihutu, live vanuit Mexico. Tot zo.
Welkom bij RTLZ Crypto met iedere week een speciale gast. We praten over crypto, over strategie, over risico's en over kansen. En vandaag live uit Mexico, Didi Taihutu. Didi, jij leeft met je hele familie van de Bitcoin. Ik durf bijna niet te vragen, maar hoe bevalt dat? Het bevalt heerlijk, het is geweldig, weet je. Dus je leeft op een valuta die volledig tegen alle inflatie inbokst, waardoor je dus eigenlijk het leven wordt steeds goedkoper en voordeliger. En dat is natuurlijk gewoon een heel apart gevoel op dit moment als je kijkt naar de rest van de wereld. Ja, het is natuurlijk wel, je hebt in 2017 alles verkocht, hè? Je huis, je 3 auto's, het speelgoed van de kinderen en dat heb je omgezet in bitcoins. Dat heb je ergens gekocht tussen de 1000 en de 3000 euro per bitcoin. Dan zit je er warmtjes bij op dit moment, denk ik. Ja, dat is bloedheet hier in Mexico. Ja, maar waarom wist jij van dit is een goed idee? Want dit, kijk, beleggingstechnisch is dit natuurlijk het domste wat je kunt doen. Al je eieren in één mandje. Dat zeggen ze altijd. Hè. Maar of dat dan daadwerkelijk zo is. Ik ken zoveel mensen die alle eieren in één mandje hebben gedaan en daardoor eigenlijk financieel onafhankelijk zijn geworden. Maar de maatstaf zou zijn diversificatie. Op dat moment was ik een ondernemer en had ik het wel een beetje gehad met het onrecht dat jou aan wordt gedaan door het systeem. En ik wilde een ander leven leiden. En dat was enerzijds. En tweederzijds was, weet je, ik ben nu 44. Ik had de hele internetboom al gemist. Hè? Ik had kunnen investeren in Google. Ik had kunnen investeren in Amazon. Dus ik had zoiets van, ja, hoezo zou ik deze missen? Dit is de evolutie van geld. Ja. En je ziet heel langzaam dat geld evolutie doorgaat. En dan zie je gewoon, ja, als visionair zijnde, wat er gaat gebeuren met geld en goud. Nou, en dan kun je niks anders zeggen. Nou, laten we gewoon all-in gaan. En stel je voor dat het nou mislukt was. Had je dan nog steeds zo'n enthousiast verhaal gehad over Bitcoin? Of was het dan iets minder geworden? Als de koers geïmplodeerd was? Nou, ik denk dat ik dan, nou, als het mislukt was op basis van geld, hè, dat werkelijk de waarde niet gestegen was, dan was ik nog steeds even enthousiast geweest over de technologie die daadwerkelijk een nieuw monetair systeem probeert te creëren, wat we nu kunnen zien in El Salvador, et cetera. Financieel gezien, ja, had ik dan weer opnieuw moeten beginnen, net zoals na school, weet je, ga je weer een baan zoeken, ga je weer werken, pak je weer een hypotheekje en bouw je weer een nieuw leven op. Ja. En mijn mindset is altijd van, ja, weet je, no risk, no glory. Laat het gewoon proberen. Ik ga niet in angst proberen te leven en daardoor zeg maar mijn dromen kapot maken. Ik wilde mijn dromen juist waarmaken. Ik begrijp dat jouw broer op het punt staat om ook zijn huis te verkopen en in bitcoins te investeren. Jij was lekker op tijd, maar dit lijkt me nog. Ik vind dit wel wat angstiger worden. Nou, nee, ik heb ze met kerst overgevlogen, mijn broertje en mijn zusje, met beide gezinnen naar Mexico, om kerst en nieuwjaar hier te vieren met z'n allen. En toen hebben we een goed gesprek met hun gehad en ze willen allemaal leven graag veranderen, gezien de situatie waar iedereen nu in zit. En ik heb toen tegen hun gezegd, jullie hebben zo'n gigantische overwaarde, dat je wel moet gaan rekenen. Kijk, als jij ziet dat in Amerika de rentes verhoogd worden, dan gaat Europa erachteraan. Als de rentes omhoog gaan, dan gaan ook de hypotheekrentes omhoog. Dan gaat de huizenwaarde zakken. Dus je verdampt je overwaarde. Dus waarom pak je niet je overwaarde? Ga je een jaartje reizen, investeer je een deel in bitcoin en doe je hetzelfde weer en weer en weer. Kijk, ja. Maar ja, we hebben net gezien, he, met die rentes die omhoog gaan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die bitcoin naar beneden gaat. Dan wordt het een kort reisje. En maar dat is de bedoeling dat de bitcoin om beneden gaat, want dan kan hij goedkoper inkopen en ik ook weer goedkoper inkopen. Weet je, het is een nieuwe levenswijze waar je op een volatile asset leeft, maar waar je wel van weet dat er maar 21 miljoen zijn en dat de laatste in 2140 gemined wordt. En waar je weet dat de vraag alsmaar toeneemt. Het zijn de grootste van de grootste bedrijven in de wereld die beursgenoteerd zijn, die bitcoin als reserve asset neerzetten in plaats van geld. Als deze trend zich door blijft zetten, wat we nu zien bij institutional investors, bij grote MicroStrategy bedrijven, bij landen, dan gaat de vraag alleen maar toenemen. En dan kun je gewoon alleen maar heel veel geduld opbrengen voor die cycle. En die in de komende 4 jaar, waar bitcoin dan denk ik weer enkele tonnen waard is. Hey, en ben jij dan ook inderdaad echt aan het heen en weer aan het treden? Dus zeg je van, nou ja, ik stap een beetje uit, neem wat winst en dan wacht ik tot het weer zakt? Of hou je het gewoon vast? Ik heb mijn eigen indicatoren gecreëerd en op basis van die indicatoren op de weekly chart stap ik in en stap ik uit. Dus inderdaad, ik ben uitgestapt rond de 56 en ik ben nu in het wachten om weer in te stappen met een deel van mijn trading portfolio. Een overgrote deel, laten we zeggen zo'n 66% op dit moment, is een hodl. Dus er zit gewoon in wallets voor de komende 10 jaar. Ja. Even, want je zit in Mexico op dit moment. Ja. Is nou niet het meest veilige land ter wereld? Dus ik hoop niet dat je al je bitcoins op een USB-stickje hebt die om je nek hangt.
Nee, wij reizen maar met een heel sumier aantal bitcoins. En zodra die weer opraken, dan gaan we weer naar een plek waar weer een ledger is. En op die ledger gaan we dan weer ons wachtwoordje invullen. En weer wat bitcoins cashen. En kijk, het is ook zo, wij zijn inmiddels wel natuurlijk gegroeid als een soort van brand. Waardoor we ook bitcoins verdienen dagelijks. Hè. Wij accepteren geen geld. We hebben ook geen rekeningen waar we het kunnen accepteren. Dus we verdienen ook bitcoins. Nou, en die spenderen wij eigenlijk. Het is hetzelfde als een werkend persoon voor fiat, die zijn geld uitgeeft, geeft wij onze bitcoins uit. Maar ben je niet, even bijvoorbeeld, ik heb allerlei artikelen gelezen van, ja, je moet de $5 wrench, hè, dat er iemand staat met een steeksleutel, die staat bij je huis en je moet je wachtwoord opgeven, heb je een probleem. En zeker, denk je daarover na? Heb je daar security layers ingebouwd? Hoe werkt zoiets? Nou, we hebben er niet zo heel veel over nagedacht tot deze boeren, waar natuurlijk je kapitaal exponentieel weer gegroeid is. En waar je daar natuurlijk op gelet, omdat je in een niche-markt redelijk beroemd wordt en heel veel herkend wordt hier op de straat en mensen selfies willen. En dan ga je er wel over nadenken. Maar ja, dan lees je het nieuws in Nederlands en dan zie je dat Vincent Evers gewoon tijdens een podcast live ook wordt overvallen. Ja, dus ja, dat is overal nodig, mogelijk in de wereld. En wij hebben gewoon als gezin gekozen, wij willen nooit meer in angst leven. Wij willen gewoon alleen maar leven. Ja. Hey, wat doe je eigenlijk de hele dag? Vraag ik me af. Nou, onze community is flink gegroeid. Op dit moment worden we gevolgd door een cameracrew uit Nederland die ons al een jaar volgt. En die gaan ons nu nog een jaar volgen, want we zijn een documentaire aan het maken voor, ik mag de naam niet zeggen, maar het is een van de grootste streamers van de wereld. Dus dat, de focus ligt voor mij nu meer op mass media en het entertainment segment van Bitcoin. Om te laten zien hoe krijg je een soort reality show, krijg je Didi. Ja, ik mag daar niks van zeggen. Die cameravrouw zit me hier te filmen. Die kijkt me aan van hou je mond. Dus stil. Ja, ja, okay. Ja, interessant. Want hoe zie jij de crypto-wereld over 5 jaar? Ik denk dat over 5 jaar in Zuid-Amerika enkele landen zijn toegetreden aan het hele crypto-believing concept van El Salvador. Ik denk dat we dat ook in Europa gaan zien. Met het begin van de Oekraïne en Turkije nu. En ik denk dat Bitcoin gewoon gaat uitgroeien tot een soort van store value die je kunt gaan gebruiken als peer-to-peer cash. Die tegelijkertijd de wereld decentraliseert, maar voor de financiële wereld wordt gezien als het goud van de 21ste eeuw. Dus ik denk dat het een hele mooie dynamiek gaat worden tussen institutionele beleggers, biljonairs, normale kleinere mensen zoals ons, die daadwerkelijk hetzelfde concept gaan geloven en gaan gebruiken. Ja, hey, je hebt een heel duidelijk beeld over waar het heen zou gaan. Wat zou dat kunnen verstoren? Wat kan er gebeuren waardoor wat jij nu denkt dat er gaat gebeuren niet doorgaat? Nou kijk, mensen speculeren heel veel. Hè? Mensen zeggen, ja, wat gebeurt er als het internet wegvalt? Mensen zeggen, wat gebeurt er als de elektriciteit wegvalt? Daar kunnen we allemaal over nadenken. Maar zodra dat gebeurt, dan valt het hele monetaire systeem in duigen. Dan heeft niemand meer waarde. Dan is giraalgeld. Ja, is er ook niet meer als het ware. Dus ik ben daar niet zo mee bezig. Kijk, natuurlijk. Weet je, we kunnen het internet verliezen. Gelukkig heeft Blockstream als satellieten draaien. En gaan we via de radio golven of de satellieten bitcoins met elkaar exchangen. Het is heel moeilijk om nu te bedenken wat wij over 10 jaar als mensen al doen. Weet je, voordat we de iPhone hadden, konden wij niet bedenken dat ik dit nu doe hier in Nederland, een interview via internet. En zo moeilijk is het nu om dat ook weer te bedenken. Alleen ik zie wel mijn kinderen opgroeien in een digitale tijd, waar ze in virtuele werelden leven en meer aandacht en geld uitgeven of bitcoins en een avatar dan aan een paar nieuwe Nike's in de real life. Dus wie weet waar we heen gaan. Niemand weet het. Ik weet alleen dat bitcoin en cryptocurrency een onderdeel gaat worden van het steeds meer digitaliseren van de wereld. Een van de dingen wat nog wel zou kunnen is natuurlijk dat machthebbers gaan zeggen, ja, maar wacht even, dit is allemaal heel leuk, dat gecentraliseerde geld. Maar onze macht neemt te veel af. We gaan hier restricties op bieden. Ja, kijk, ze kunnen natuurlijk nooit restricties bieden op het protocol Bitcoin zelf. Ze kunnen wel restricties maken op het onboardingproces. Dus hoe kun je Bitcoins kopen en hoe kun je ze weer verkopen? En dat zie je nu in Nederland en vele landen gebeuren. En dan krijg je KYC, dan krijg je AML, dan krijg je al die restricties, zeg maar, die het moeilijker maken om Bitcoin te kopen. Maar het protocol Bitcoin zelf is unstoppable. Je kunt dit niet stoppen. En zodra de mensen eindelijk verder ontwikkelen naar
non-KYC aankoop van bitcoins, wat dan ook tegenwoordig al kan. Je kunt gewoon je cashgeld omzetten in bitcoins met een OTC-dealer, noemen ze dat. Dat kan zelfs in Mexico. Ja, dan hoef je geen gebruik maken van die instanties die nog steeds heel gecentraliseerd moeten voldoen aan de wetten en plichten van een hele gecentraliseerde overheid. Ik ben daadwerkelijk voor decentralisatie van de wereld. Ja. En daar hoort, denk ik, blockchain technologie bij. Ik vraag me nu opeens af, betaal je nog wel belasting of is dat eigenlijk ook afgelopen? We hebben eigenlijk heel lang als digitale nomaden rondgereisd. En inmiddels zijn we sinds een jaartje nu officieel geregistreerd in Portugal. En die hebben 0% belasting op bitcoin. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar op arbeid hebben ze ook op arbeid 0% belasting of niet? Nee, ze hebben als je daar als Nederlander gaat wonen, dan ben je de eerste 10 jaar niet verplicht om belasting te betalen op vermogen. En helemaal niet op cryptocurrency. Dus dat is nog op dit moment het belastingparadijs van Europa, is Portugal. En dat is, daarom zie je alle Bitcoin-miljonairs vanuit Nederland op dit moment langzamerhand naar Portugal vertrekken. En ik ontvang ze met warme armen, open armen en lekker bakje koffie. Goed. Didi, dankjewel. Didi Taihutu. Ik ben benieuwd hoe jouw avontuur gaat aflopen en hoe die real life show dan op een van de wereldwijde streamers er gaat uitzien. Dankjewel. Goed. Zo. Wat vind ik van het verhaal van Didi? Ja. Mooi verhaal. Ik weet niet. Leuk voor Didi, toch? Ja. Gaat goed volgens mij. Ja. Wat natuurlijk lichtend is, is dat dit is de meest extreme situatie die je kan voorstellen. En iedereen zegt, oh, wat een groot risico. Maar als je het spectrum bekijkt, dan was ik heel blij met Jim's verhaal. Als je aan de andere kant zit, hè, als no-coiner, dan neem je ook een risico. Dus je kan zeg maar op het spectrum van in Mexico gaan zitten en je huis verkopen. Tot zeg maar denken van, oh nee, ik begin niet aan bitcoin. Daar zit iets tussen. En ik denk dat het mooi is om te zien dat, dat er gradaties zijn. Ja. Didi, wat wilde jij er nog over zeggen? Nee, ik vind het wel mooi dat hij dat zegt. Nou, dat is, ik vind het een groter risico om het geld op een bank te laten staan. Waar je negatieve rente betaalt over je kapitaal. En waar de inflatie ervoor zorgt dat je geld verdwijnt. Ik denk dat het allergrootste risico is dat mensen op dit moment lopen. Dus ik begrijp het andersom eigenlijk gewoon altijd niet. Nou goed, dat is wel een goede vraag om nog even aan de mensen thuis te stellen. Even kijken, hebben we nog andere vragen? Nee, we zijn er doorheen. Dames en heren, ik dank jullie als gasten allemaal. Dank Didi vanuit Mexico. Neem nog lekker wat te drinken. Robert Reiner, dankjewel. Aaron, dankjewel. En Jim, dankjewel. Alle pitches, interviews en de hele uitzending kan je terugkijken via rtlz.nl/seminar. En op maandag 31 januari hebben we onder meer Hubert-Jan van Roest te gast. En hij denkt dat NFT's de wereld gaan veranderen. Nou, we gaan het volgende week allemaal horen. Meld je alvast aan via rtlz.nl/seminar. En stel je vragen en dan zien we je hier weer op maandagavond bij RTLZ Crypto. Tot de volgende keer. Dag.